In deze korte uitzending nu een portret van Wim Kok, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. In feite begon gisteren met Prinsjesdag het tweede jaar waarin de voormalige voorzitter van de FNV als opvolger van Joop den Uyl optreedt als de Nederlandse oppositieleider. Gert Berg ging maandag en dinsdag met Wim Kok op stap. Terwijl op het Binnenhof in Den Haag gewerkt wordt aan de voorbereidingen van Prinsjesdag, is aan datzelfde plein de dag voor de Partij van de Arbeid-fractievoorzitter Wim Kok al uren eerder begonnen. Hij overlegt met Kamerleden over het antwoord op de miljoenennota. Die zijn die dan begint weg, want die hebben we dus al meegenomen. Ja, die gaan helemaal weg. Kok houdt niet van al het klatergoud, zoals hij het zelf noemt, rond Prinsjesdag. Hij houdt zich liever bezig met de zakelijke en politieke aspecten van de miljoenennota. Hij is onderweg naar Amsterdam voor overleg met partijgenoten over de derde dinsdag van september. Alles is gedaan. Veel en vermoeiend vergaderen, zoals hier met het dagelijks bestuur van de partij. Tussen de bedrijven door een interview met het NOS-journaal. En met een journalist van het partijblad. De maandag eindigt met de zoveelste vergadering, nu met het partijbestuur. Wim Kok werd in 1938 in Bergambacht geboren. Na Mulo B en HBS B volgt hij het opleidingsinstituut Nijenrode. In 1961 komt Kok bij de vakbeweging. Uit de notulen van die tijd. Deze jonge man heeft een goede indruk gemaakt. Hij is rustig en blijft het antwoord niet schuldig. In 1973 wordt hij voorzitter van het NVV, later de FNV. In september 1985 treedt hij af als voorzitter en stelt zich beschikbaar voor de Partij van de Arbeid. In mei 86 komt Kok in de Kamer en in juli van dat jaar neemt hij de voorzittershamer over van Den Uyl. Hij is dan fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij van Nederland. Gisteren maakte hij zijn tweede Prinsjesdag als voorzitter mee. Heeft u het een moeilijk jaar gevonden? Ja, lastig, zeker. Het is sowieso een moeilijk en een hard vak. En wat voor mij speelde, ik zeg dat niet ter verontschuldiging, maar dat is gewoon een feit. Dat is dat ik natuurlijk eigenlijk nieuw in de politiek kwam. En dan meteen fractievoorzitter van een grote fractie. Nou, ik had wel verwacht dat het hard zou zijn. Het viel dus niet echt tegen, maar je weet niet in alle opzichten wat je te wachten staat. En ik vind, het is dus een harde leerschool, maar heel goed voor iemand hoor, om dat te moeten ervaren. Ondertussen komt op het Binnenhof het tijdstip dat de koningin voor de troonrede zal arriveren steeds dichterbij. Kok geeft nog snel een radio-interview weg. Meneer Lubbers, als ik... Meneer Lubbers, neem ik aan. Ja, goed. Bedankt voor het compliment. Ja. Prima. Paar jaar wacht even nog. Het weekblad De Tijd hield begin van het jaar een enquête onder parlementaire journalisten. Kok werd de politicus van 86. Het tij lijkt nu gekeerd. Kok krijgt regelmatig een slechte pers. Tony van der Meulen, hoofdredacteur van De Tijd. Misschien is het destijds wel heel erg hardvochtig geweest van die parlementaire journalisten om Kok al zo snel na zijn aantreden al te benoemen als politicus van het jaar. Hij had zelf ook grote twijfels. Hij vond het, als ik het interview met hem nalees, zelfs licht gênant. Hij was natuurlijk ook al in een sfeer dat er ontzettend veel van hem verwacht werd. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het op dit moment ook wel heel erg bon ton is om Kok geheel naar beneden te schrijven. En ik denk dat dat heeft natuurlijk een aantal minder gelukkige maanden achter de rug. Maar ook dat kan tijdelijk zijn als Kok nu bij de algemene beschouwingen een briljant verhaal houdt. En hij neemt daarna nog drie beslissingen van formaat. Dan denk ik dat iedereen alles weer vergeten is. Sommige fractieleden verwijten Kok via de pers gebrek aan leiderschap. Gekonkel, een van de weinige dingen waar hij niet tegen kan. Nou, of dat het enige is waar ik niet tegen kan, dat zou ik niet durven zeggen. Nou, die maar andere dingen mag u ook doen. Dat is een van de dingen waar ik niet tegen kan, waar ik überhaupt niet tegen kan. Is dat niet inherent aan het Haagse politieke circuit een beetje? Nee. Kijk eens, iedereen die een beetje om zich heen kijkt, die ervaart dat toch in zijn werk of in zijn dagelijks leven, dat er wel eens mensen zijn die wat minder streed zijn. En dat bevalt me op zichzelf niet, want ik vind als er wat op of aan te merken valt,
laten we daar open over zijn. Laten we niet, maar dat geldt voor de politiek, dat geldt voor mensen in hun eigen werksituatie, waar dan ook. Het geldt voor mensen in hun persoonlijke contacten. Ja zeggen en nee bedoelen, dat bevalt me dus niet. De zijkant, helemaal op. Ja. Voor de troepen. Okay. Leden van de Staten-Generaal. In deze jaren is de vraag aan de orde hoe de samenleving zich verder moet ontwikkelen. Er zit dus geen lijn in en waar ik mezelf aan stoor, dat is dat men het woord solidariteit gebruikt in de troonrede. Dat solidariteit de basis is voor dit beleid. Terwijl ik zie dat honderdduizenden gezinnen en alleenstaanden met de allerlaagste inkomens er in 1988 nog weer beroerder voor komen te staan. Een reactie zoals die natuurlijk te verwachten valt van de oppositieleider. Zo vlak na de troonrede komen de politici wat gezellig napraten in de rolzaal naast de ridderzaal. En dan zijn er natuurlijk weer de radio- en de televisie-interviews. Het waren niet de eerste van die dag. Dan hebben wij het gedaan. Als het verkeerd gaat, dan hebben we ook nog anderen om naar te verwijzen. Kok wil zo snel mogelijk regeren. Voor een te vormen coalitie heeft hij geen voorkeur voor VVD of CDA. Nou, ik heb nooit gezegd dat ik de VVD dus de voorkeur zou geven boven het CDA. Ik vind het op zichzelf een goede zaak als het CDA weet dat er nu eindelijk ook eens een keer een mogelijke coalitie zou kunnen zijn in dit land waar men zelf geen deel in heeft. Dat is heel goed. Ook voor mensen die zich al heel lang erg sterk voelen. Misschien daardoor af en toe wel eens een beetje arrogant met de macht omgaan. Om te weten dat het ook zonder ze kan. Maar dat gezegd hebbende vind ik overigens dat bij de eerstvolgende gelegenheid, na verkiezingen toe, er vanuit de Partij van de Arbeid een open bereidheid moet zijn om in beginsel met welke andere grote partij dan ook tot afspraken te komen. Ook eventueel met het CDA. De grootste crisis voor de Partij van de Arbeid en Kok van het afgelopen jaar. De affaire met het Kamerlid Van den Berg. De man die handelde in aandelen Fokker en uiteindelijk aftrad. Ik zou bij een onverhoopt eerstvolgende gelegenheid waar ik ooit nog weer eens opnieuw met zoiets te maken zou krijgen, eigenlijk niet weten waar ik op beslissende punten anders zou handelen dan ik in de zaak Van den Berg heb gedaan. Je kijkt natuurlijk altijd op een periode terug, ook met de vraag waar heb ik fouten gemaakt, waar heb ik misschien even geaarzeld of een verkeerde afweging gemaakt. Ik denk niet dat ik terugkijkend op die zaak per saldo momenten heb gehad waar ik het wezenlijk anders had kunnen doen dan ik nu gedaan heb. En dan zijn de relatie met de oude staatsman en politiek leider Joop den Uyl. Een man waar hij steun aan heeft. Mist Kok de politieke kneepjes? Ja, politieke kneepjes. Laat ik het zo zeggen. In de politiek spelen vaak hele irrationele dingen een rol. Je kunt soms iemand beter aanvallen op één formulering dan op 10 ideeën. Soms loont het meer de moeite om commentaar voor dan achteraf te hebben. Er zijn vele moeilijk te omschrijven spelregels daarbij. En dat Kok daarbij een inwerkingsperiode nodig heeft, ligt voor de hand. De politiek leider van de PvdA wil aanvoerder worden van een moderne socialistische partij. Gisteravond mocht hij dat bij Den Haag Vandaag nog eens komen uitleggen. Het laatste interview van die dag. Ik zeg dit. Thuis even kijken of hij het goed gedaan heeft. Onder meer economische groei. En daarna moe slapen. Vanochtend om 8 uur was het volgende interview.